dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een naked shop vlog voor jullie. Het is echt bizar veel. Ik ga het proberen te laten zien. Ik weet niet of dat heel slim is, maar oh, ik heb nog nooit zo'n grote doos. Het is echt huge ontvangen van naked. Echt heel erg eigenlijk. Heb je zin in deze shoplog? Doe dan even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Daar zou ik me heel erg blij mee maken. En volg me ook even op Instagram. Dat is @floordelver. Daar maak ik me ook echt heel erg blij mee. Voor we gaan beginnen heb ik nog een leuke kortingscode voor jullie. Want met de code DELVER20 krijg je 20% korting op je aankoop. Op je order dus. Ik zal even alle links in de beschrijving zetten van de items die jullie voorbij gaan zien komen. En daarin zet ik ook even de kortingscode in de beschrijving. Dus dan kun je daar alles gewoon aan het eind van de video terugzien. Nou, dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Ik heb echt van allerlei soorten items. Nog een beetje winter items, een beetje nude, een beetje spijker. Dat is het thema. En laatst ben ik dus echt gek op nude. Dus ja, I love it. Ik heb als eerste deze zonnebril. En deze vond ik echt heel erg tof. Ik heb hem ook al opgehad. Deze. En hij is dus zwart en het is echt zo'n cat eye. Ja, zonnebril. Ik vind het meer zo'n zonnebril die je een beetje opdoet voor foto's en zo. Maar ik zou dit dus nooit zo dragen. Maar een beetje zo op je neus vind ik dat wel heel erg leuk. Dus dat is deze zwarte. Die vind ik altijd handig. En hij was ook helemaal niet zo heel duur. Hij kost 16,95. Dan het volgende item. En dat is dit topje die ik echt heel erg leuk vind. Het is gewoon beige. En dan heeft hij aan de onderkant, aan de zijkant zeg maar, van die ja, geplooide details. Die je ook nog kan optrekken. Aantrekken bedoel ik. Met die touwtjes. Ik vind het echt heel erg leuk. Het stofje voelt ook heel dik aan. Echt wel heel chill. En hij is dus geript. Dus hier gaat sowieso niks doorschijnen, want het is echt een dik stofje. En verder vind ik dus vooral die zijkanten aan de onderkant heel erg leuk. Ja, en dit kleurtje vind ik natuurlijk weer helemaal leuk, dat beige. Dus dat is deze. En deze is van de Naked Reborn Collection. En die heb ik in een maatje S. Ik ga even kijken hoe duur die was. Maar dat is dus dit hele leuke topje. Deze is op dit moment niet op de site te zien. Het linkje doet het ook niet die ik doorgestuurd heb gekregen. Dus ik weet niet of die dan uitverkocht is of gewoon niet meer te verkrijgen is. Dus ik weet de prijs helaas niet. Maar anders zou ik een vergelijkbaar item in de beschrijving zetten van dit hele leuke topje. Yes, of course. Deze broek. En ik weet dus niet meer zo goed welke broek ik heb gevraagd. Dus het is even een verrassing. Oh ja, dit is echt top. Want het voorjaar komt weer een klein beetje aan. Ik kan niet wachten tot dat gaat beginnen. Ik heb er helemaal zin in. En ik dacht, hoe chill is het dan om zo'n echt hele mooie lichte blauwe spijkerbroek. Het is echt een perfect kleurtje. Ja, gewoon straight leg te hebben in je kast. Dit is dus echt een hele simpele broek eigenlijk. Maar ik vind de kleur heel erg mooi omdat hij wat lichter is. Dus een lichte spijkerbroek. En verder is hij gewoon straight leg. Dus hij is niet skinny. Ik hou niet echt van skinny broeken. Dat heb ik eigenlijk ook echt nooit aan. Trouwens, een beetje dom. Ik zie het nu pas. Maar deze blauwe spijkerbroek heeft dus splitjes aan de onderkant. Dat wilde ik nog wel even zeggen. Want het is dus niet zomaar een straight leg. Want hij heeft dus een hele leuke split aan de onderkant. En dat heb ik... al wel, maar ik vind het zelf wel echt heel erg tof. Want in zo'n kleurtje heb ik dat nog niet. Dus heel erg benieuwd of die niet te lang is voor mij, deze broek. Maar het is dus een split jeans aan de onderkant. Ik ben 1,69 en ik draag normaal altijd 36 van broeken. Want dat past mij gewoon. Maar ook van Naked heb ik altijd 36 van broeken. Dus deze heb ik ook in de maatje 36. En de kleur is dus ook vintage blue. Ik krijg ook heel vaak vragen in shoplogs dus over hoe groot ben je. Maar ik zeg het eigenlijk altijd. Dus bij deze, ik ben 1,69. Oh yes, of course. En het volgende item is dit leren jurkje. En ik vind deze zo tof. Ik heb al een leer jurkje met van die franjes. En die heb ik ook in de video een keer aangehad. En toen kreeg ik heel vaak vragen van waar is dat jasje van. Maar dat was dus een leer jurkje. Maar dit is gewoon eigenlijk echt een basic leer jurkje. Ik vind dit leer ook heel erg mooi. Het lijkt net een beetje echt. En ja, ik vind deze wel echt heel erg tof. Hij heeft dus ook een band. Waardoor je hem eigenlijk een soort riempje nog. Waardoor je hem strakker kan maken. En ik vind het echt heel erg mooi met... van die chunky hoge laarzen. Ik heb die van de Zara. En ik denk dat dit echt
ja, heel tof bij elkaar staat. En die kost €79,95. Maar het kwaliteitje voelt ook echt heel erg goed aan van deze. You mean bread and butterflies? Oh yes, of course. Dan een item waar ik eigenlijk heel erg benieuwd naar ben. Ik zag hem op de site en ik dacht, oh, die wil ik echt heel graag hebben. En ik ben benieuwd hoe die er staat. Het ziet er misschien een beetje gek uit, maar op de aanbeelden ga je het wel zien. Ik heb zo'n beige, ja, mesh topje eigenlijk. Heel cool. En hij is dus ook helemaal geplooid. Die mouwtjes ook, maar die mouwtjes zijn dus doorzichtig. Dus echt van het gaas. Dus daar zie je ook echt je huid doorheen. Dingetjes, schuifknoopjes. Dus dat is dit hele leuke topje. En dus de voor- of de... Het middenstuk is dus niet doorschijnend, maar alleen de mouwtjes. En ja, ik vind het echt een heel grappig topje. Heel erg, ja, leuk. Deze heb ik in een maatje 34, want topjes en zo heb ik eigenlijk altijd in een 34 van Naked. Omdat Naked over het algemeen best wel groot valt. Dus dat is deze en hier ben ik heel benieuwd naar. Het topje kost €34,95. Het volgende item. Ja, en deze vind ik echt heel tof. Deze is ook heel groot, precies hoe ik hem voor ogen had. Dit is echt zo'n jasje. Echt mega oversized. Echt huge. Maar gewoon dit kleurtje en dit printje vind ik zo mooi. Beetje geblokt in het gebroken wit beige. Zo cool. En ik dacht, hoe leuk is dat om hier zo'n leer broekje onder te doen met een tof truitje of zo. Leuke tas. En dan valt deze net zo, ja, laag als dat broekje, zeg maar. Dus dan lijkt het net van de achterkant alsof je niks aan hebt. Ja, ik weet niet of dat logisch klinkt. Maar in mijn hoofd had ik het al helemaal gestyled. Maar dat is dus deze. En ik heb hem in een maatje 34. En moet je nagaan hoe groot die valt. Dus deze gaat mij sowieso wel passen. En ik vind deze heel mooi. Het is ook echt een heel dik warm stofje. Dus het kan ook echt als, ja, jas voor heel erg leuk. En hij is ook best wel zacht. Dus dat is fijn. Deze heb ik dus in een maatje 34. En die kost €102,95. Maar zoals ik al zei, je kan hem straks als jasje zeker gebruiken. Je kan hem eigenlijk nu op zich ook al wel aandoen. Nou, niet met min als het buiten vriest. Maar ja, soms is het nu 8 graden overdag. En dan met een hoodie eronder kan het echt prima. You mean bread and butterflies? Oh yes, of course. Dan weer een beige item. Zoals ik al zei, ik ben weer helemaal op de beige tour. Dat ben ik de laatste tijd al heel erg. Ik vond deze ook heel erg handig om gewoon te hebben. Dit is namelijk echt een basic item. Het is dus een beige kooltruitje eigenlijk. Of een koolshirtje. Ja, dit vond ik echt wel handig om gewoon nog in mijn kast te hebben. En ook is dit wel heel erg leuk, denk ik, onder dat jasje van net. Dus ja, het is eigenlijk gewoon een basic beige kool. Deze heb ik in een maatje 34 alweer. En dat is ook prima, want zoals ik al zei, hij reikt gewoon lekker mee. Dus dat is deze basic kool. En deze kost €34,95. Dan komen we aan bij dit superleuke tasje. En deze heb ik ook al, nou ja, gebruikt. Ook voor een foto. Echt heel erg mooi vind ik hem. Hier, hij is dus beige en hij heeft echt een vet toffe schakel. Heel erg groot. En dat vind ik heel erg mooi. Als je dit voelt, die schakel, dan voelt dat zo apart. Het is zo zacht en ook heel glad. Het is heel apart. Maar ja, echt zo mooi vind ik deze. En als je hem open doet, zit er echt nog best wel veel ruimte in. Je hebt ook nog trouwens een langere belt. Dus die kun je hier nog aan doen en dan kun je hem ook nog om je schouder doen. Ja, en verder is de binnenkant zo. Dus dat is deze en daar ben ik ook heel erg blij mee. En deze kost €45,95. Dan komen we weer aan bij het beige. Oh, wat erg eigenlijk. Maar dit zag ik en ik dacht, dit wil ik nog testen eigenlijk. Ik heb namelijk een bucket hat. Dit is een bucket hat in een beige. En ik heb er ook een, maar dan echt van zo'n teddy stofje in het zwart. En ja, ik wilde die ook in beige, maar die was toen uitverkocht. En nu hebben ze hem ook gewoon in een normaal stofje, zonder teddy stofje. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Ik ga hem even opdoen. Dit is een one size. Ik moet zeggen, hij moet nog wel een beetje gestreken worden of zo, want er zitten een beetje kreukels in. Maar op zich is dit toch wel grappig.
Ja, ik vind het eigenlijk wel grappig. Of vreselijk dit. Nee, gewoon zo. Ik weet nog wel toen dit helemaal een trend werd, dat ik echt dacht, ja jongens, dit ga ik toch niet dragen. Maar nu vind ik het eigenlijk wel heel erg grappig. Voor in het voorjaar of zo. Ook nu kan het prima. Ik vind het wel leuk. Laat me weten of jij een buckethead hebt en of je dat draagt of niet. Ja, ik vind het wel geinig. Heel erg leuk. Dus dat is deze. Het heet ook echt vissershoedje op de site. Maar deze is €22,95. En jongens, ik heb een groot hoofd en ik pas hem. Dus als je een klein hoofd hebt, wordt die denk ik te groot. Maar ik heb echt een groot hoofd. Dus ja. Dan een item die ik ook echt heel erg mooi vind. En ik heb eigenlijk echt zat winterjassen. Maar ik zag deze en ik dacht, ja maar ik vind hem wel heel mooi. Dus ik heb hem gevraagd en ook gekregen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dit is namelijk weer een pufferjas. Heel erg dik. Gewoon een dikke winterjas eigenlijk. In de kleur, ja ik vind het dus een beetje heel erg lichtblauw-grijs. Maar volgens mij is het officieel grijs. Maar het heeft wel iets weg van een beetje lichtblauwig-grijs. Hoe die op beeld overkomt, zo vind ik de kleur ook wel eigenlijk. Hij is wel echt heel erg mooi. Hij heeft ook, als je goed kijkt, een beetje witte streepjes erin. Met een hoger halsje. Ik heb deze ook al in beige en nu dus ook in het grijsachtig. Dus heel erg blij met deze. Deze heb ik in een maatje 34, want het valt gewoon allemaal best wel wat groter. En deze kost €91,95. Door naar een schoenendoos. En ik heb hier stiekem al naar gekeken. Want ik kon niet wachten. Maar er is iets heel tragisch gebeurd. Kijk hoe tof zijn deze. Ik vond deze zo mooi. Gewoon, ik weet niet. De vorm, het model van deze schoen vind ik heel erg mooi. Die Chelsea. Maar deze is ook echt heel erg subtiel. En ik was gewoon verliefd op deze. Dus ik had deze gevraagd. En ik ging hem gisteravond passen. En ik dacht, hè? Hij is echt veel te klein. Dus ik dacht, oh, hij valt wel heel klein. En toen ging ik naar de maat kijken. Is het gewoon een maatje 36? Maar ik heb dus echt 39,40. Dus ik pas het echt absoluut niet gewoon. Dus ik heb Naked al gemaild. Want ze hebben per ongeluk dus de verkeerde schoenmaat opgestuurd. Ik had deze dus in een 39 gevraagd. En ik heb een 36. Heel erg jammer. Maar ja, ik denk dat dat nog wel geregeld wordt. Dus deze kan ik helaas niet aandoen. Heel erg mooi vind ik deze. Dus helaas pas ik ze niet. Maar dat wordt vast nog wel geregeld in een maatje 39. Want ik wil ze echt heel graag. En ze kosten €68,95. Dan komen we aan bij iets wat ik eigenlijk nog niet heb. Ik heb het wel gehad in mijn kast. Maar ik heb het toen ook weer weggedaan. Omdat ik er een beetje klaar mee was. Maar nu vind ik het eigenlijk wel weer heel erg leuk. Ik heb namelijk een heel groot pak besteld. In het denim. Echt zo'n denim pak. Met dus een broek er nog aan. Heel erg leuk vind ik dit. Ik vind dit ook heel erg tof met witte sneakers eronder. Of gewoon met die laarsjes van net. Of hakken. Dat is zelfs ook heel tof. Ja, eigenlijk kan je dit met alles dragen. En kun je er echt verschillende look aan geven. Of stoer. Of een beetje classy. Dus ik vind deze echt heel erg mooi. En hij heeft ook nog een band. Aan, of ja, een soort riempje. Zodat je een beetje taille creëert. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze staat. En of ik hem pas. Want dat is het vooral. Ik heb een maatje 34. Als ik er nu over nadenk, had ik eigenlijk een 36 moeten doen. Maar misschien valt hij wel heel groot en pas ik hem gewoon. Let's hope that. Dit pak kost €48,26 en hij is nu ook in de sale. Dan heb ik weer wat schoenen en you will love it or hate it. Dit is best wel ja, uitgesproken stijl eigenlijk. Maar ik zag dit dus voor me voor in de lente. Dit vind ik bijvoorbeeld ook heel tof onder dat pak van het. Dat spijkerpak. Precies met zo'n outfit eigenlijk. Wat stoerder en dan deze hakken eronder. Dit zijn ze namelijk. En de hak is natuurlijk het uitgesproken gedeelte. Want ik denk niet dat heel veel dit mooi vinden. Maar ik vind het zelf dus wel echt heel erg tof. Het heeft iets weg van ja, vroeger of zo. Maar ik vind het heel erg mooi. Hij is dus ook beige. Ik vind het gewoon echt een hele toffe hak. Dus die heb ik gevraagd. En ja, dit staat denk ik echt super tof onder dat pak dus. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. En deze heb ik in een maatje 39. Gewoon mijn eigen maat. En ik pas ze ook.
Ook deze is van de site gehaald. Geen idee wat dat betekent. Misschien houden ze echt een opruiming met wat ze wel houden en niet. Dus geen idee hoe duur die was, maar ja, I don't know. Aan bij het ene laatste en dat is weer een broek. Weer in een beige. Nee, spijkerblauwe broek. En dit is, ja, deze vind ik heel leuk. Deze vond ik een beetje, deze deed me een beetje denken aan de welbekende Zara broek die bijna iedereen heeft. Dat is namelijk deze en hij heeft een gaten bij de knieën en verder is hij dus ook weer straight leg. Dus hij valt gewoon lekker wijd. En ik ben heel benieuwd hoe die staat en hoe de pasvorm is. Maar ik vind hem heel erg mooi. En die heb ik in een maatje 36. Ook deze is van de Naked Reborn collectie. En deze kost €45,95. You mean bread and butterflies? Oh yes, of course. Laatste item en dat zijn ook weer schoenen. Ik vond deze ook weer helemaal geweldig. Ik haal even alles eruit. Namelijk deze zwarte laarzen. En hoe tof is dit ook weer onder dat pak, dat spijkerpak. Ja, ze hebben echt een hele lompe hak. Wat ik zelf wel heel erg prettig vind, ook om erop te lopen. En verder vind ik ze er gewoon heel erg tof uitzien. Dit kun je echt heel leuk combineren gewoon met wat stoerdere items of juist wat chiquer. Dus dit is gewoon altijd handig om te hebben. En hij heeft een rits aan de binnenkant. Dus dat, is deze, dat zijn deze laarzen. En die heb ik ook in een maatje 39. En die kost €51,47. Dan was dit alweer de Naked Shop vlog. Het was echt heel erg veel en ik ben er heel blij mee. Ik ga er nog wel even achteraan achter die schoenen, want ik wil die heel graag dus in een maatje 39 en het is gewoon de verkeerde maat. En dat is gewoon een beetje zonde, want dan kan ik het gewoon niet dragen. Maar ik denk dat dat wel goed komt. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet in de beschrijving te kijken, want daar staan alle items gelinkt. In hoeverre dat kon en in hoeverre ze er nog zijn. En mijn kortingscode DELVER20 voor 20% korting bij Naked. Ja, shop, heel veel shopplezier. En ik zie jullie tot de volgende video. Doei doei!